Desi Bouterse, voormalig legerleider en de huidige president, is vandaag veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Als hoofdverdachte van de decembermoorden is hij schuldig bevonden door de krijgsraad onder leiding van rechter Sentja Valstein Monsenor. Volgens de rechter is het wettig en overtuigend bewezen dat Bouterse een belangrijk aandeel heeft gehad in de executie van 15 mannen in Fort Zeelandia. Sunil Umrao Singh, nabestaande en voorzitter van de stichting 8 december 1982, kan zich helemaal terugvinden in de uitspraak van de krijgsraad. Nee, op dit moment hebben we een goed gevoel voor wat betreft dat wij gebruik hebben gemaakt in het traject naar gerechtigheid. Wij voelen op dit moment ook een heel sterk gevoel van rechtvaardigheid. Uiteraard is het zo, zoals wij altijd hebben gezegd, dat in deze rechtsstaat ook de verdachten hun kansen moeten krijgen, hun rechten moeten nemen en vertalen. En dat is dus het volgende traject, nemen wij aan. Wat doen de nabestaanden nu? Nou, de nabestaanden komen zeker bij elkaar om zeg maar van gedachten te wisselen. Een evaluatie te maken voor wat dit stukje betreft. En kijken van wat wij verder in dit traject zullen meemaken. Er is geen bevel voor ingevangenneming. Hoe kijkt u daar tegenaan? De rechter heeft haar uitspraak gedaan. Wij kijken van wat die mogelijkheden zijn. Ze heeft dat aangegeven. Wij verwachten dus in 14 dagen een bepaald resultaat en dan zien we hoe we verder gaan. Maar wilt u graag dat de hoofdverdachte in? Elke verdachte die schuldig wordt bevonden, moet zijn straf uitzitten. Dat is heel helder en duidelijk. Maar denkt u dat dat gaat gebeuren? Ik ben overtuigd, anders is de rechtsstaat een farse. Advocaat Erwin Kanhai, die Bouterse juridisch bijstaat, kan zich helemaal niet terugvinden in de uitspraak van de krijgsraad. De raadsman kan niet begrijpen waarom sommige getuigen verklaringen niet zijn gebruikt. Als ik zo naar de krijgsraad luister, ben ik helemaal niet verrast. Waarom? Er zijn opzettelijk getuigenverklaringen van mensen genegeerd. Van Haperen legt de verklaring af, die wordt genegeerd. Meneer Venox legt de verklaring af, die wordt genegeerd. Meneer Granoes legt de verklaring af, die wordt genegeerd. Dat rapport dat we hebben overgelegd, de rechter zegt dat die geen ondersteuning vindt. Dat is ook niet waar. Dat is een pertinente onwaarheid, omdat Granoes dat juist zegt in zijn verhoor. Meneer Van Haperen zegt dat ook in zijn verhoor. En dan zegt de rechter dat dat rapport geen ondersteuning vindt, nergens anders in andere getuigenverklaringen. Dat klinkt klare onzin. Is het een politiek vonnis? Dat was vanaf het begin al aan zo. Dat weet u net zo goed als ik. Daarom hebben die Nederlanders hun dingen ook bewaard voor 60 jaar. Die Nederlanders weten precies wat er is gebeurd in 1982. Niemand weet wat er is gebeurd. Weet u nu wat er is gebeurd in 1982? We weten het toch niet? Wanneer gaat u het proces inzetten? Erwin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse. Hij sprak vandaag na de uitspraak tegen zijn cliënt. Bouterse is als hoofdverdachte van het 8 december strafproces vandaag veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. De medeverdachten Etienne Boereveen en Jimmy Stolk zijn in ditzelfde proces vrijgesproken.